kerkhof was mijn speelterrein. Ach, mijn achtertuin. Dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ja, dat is zeker heel bijzonder. En ik vind gewoon, dit is zo'n mooie plek om te werken. De rust en ja, met eerbied de mensen hier een plekje te geven op de begraafplaats. Na 32 jaar stopt Arjan Kos als begraafplaatsbeheerder bij de begraafplaats in Bergen. En niet alleen in Bergen, maar ook in Schorrel en Egmond aan Zee. En ik ben benieuwd wat de reden is van het stoppen. Nou, de hoofdreden is dat ik eigenlijk wil genieten van de jaren die mij nog resten. En dat is dan eigenlijk wel, ik kan me geen pensioen noemen, maar het is vroegtijdig stoppen met mijn werk. En dan gewoon lekker Europa door reizen, zogezegd. En je taken als begraafplaatsbeheerder, hoe ziet een dag voor jou eruit? Nou, het begint meestal met de jongens, zogezegd, het werk te verdelen. Van we gaan vandaag een graf maken of we gaan gras maaien, schoffelen, harken, eigenlijk van alles. En dan help ik ze mee, zogezegd. Maar ook een lichte administratie doen wij qua begrafenissen doorgeven, aannames, monumenten goedkeuren voor het plaatsen daarvan. En in samenwerking met de administratie op het gemeentehuis, hier elders in de gemeente. Er komt dus best veel bij kijken als ik het zo hoor. Ja, zeker. Vooral als wij een opdracht krijgen, zo gezegd, voor een graf te gaan maken. Dan is het uitzoeken of er een bestaand graf is of een nieuw graf. Als het een nieuw graf is, dan maken we een afspraak met de familie dat ze een plekje mogen uitzoeken hier op de begraafplaats of in Schorrel of in Egmond. En dan maken wij het graf, zo gezegd, op de dag dat de uitvaart plaatsvindt. En dan sluiten we hem daarna ook weer. En ja, dat zijn toch de dagelijkse werkzaamheden voor een begrafenis. En heeft dit werk bijvoorbeeld voordelen? De rust die je hier vindt. En ook, ja, je wordt zogezegd gewaardeerd. Als de uitvaart heel erg persoonlijk en goed verlopen is, dan ben wij tevreden, maar ook de familie. Ja, ja. En dat is toch wel een pluspuntje van je werk. Zeker. Ik ben dan natuurlijk ook nieuwsgierig of er misschien nadelen zijn. Er zijn nadelen, maar die vertel ik liever niet. Dat is wat we meestal in de grond vinden. Dus. Dat hoort er dan natuurlijk ook bij. Ja, dat begrijp ik. Ik heb begrepen dat hier ook aardig wat beroemdheden liggen. Ja, daar liggen hier, wij noemen ze dan de BN'ers van Bergen. Ja, onder andere Sally Thorop, Lucibert en dan nog een paar andere van der Itzet. Het is eigenlijk, je vergeet het zo snel. Maar, Joost Zwageman, denk ik. Dat was ook een hele speciale begrafenis. Ja. Niemand wist dat hij eigenlijk hier begraven zou worden. Dus dat was ook wel heel apart. Want na afloop dat wij aan het sluiten waren, kwamen er ineens allemaal mensen, zo gezegd, om nog. Want het werd in stilte gedaan. Ja. Het was toch wel een hele aparte uitvaart van Joost. Het is geen gewone begraafplaats. Er is natuurlijk een gewoon gedeelte, om het zo te zeggen. Ja. Maar er is ook nog wel iets speciaals. Ja, de begraafplaats heb iets heel speciaals. Omdat we zijn hier in Bergen de grootste in Noord-Holland. Met 260 geallieerden. Van één Tsjech, 9 Polen en Canadezen, Nieuw-Zeelanders en Engelsen. Ja. Die hier begraven zijn. Tijdens de oorlog zijn ze hier begraven. En door mijn opa, zogezegd, notabene. Dus wel heel toepasselijk. En ik heb begrepen dat ook de Canadese premier hier een paar jaar geleden is geweest. Ja, die is hier ook geweest. En ieder jaar komt er ook vanuit Tsjechië komen ambassades komen hier kransen leggen. Maar ook van andere ambassades komen ze wel eens hier langs. En dan
Dat is toch wel heel apart, zo gezegd. Ja. We hebben het er nu dan over te stoppen, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je bent begonnen hier. Ik ben hier begonnen als, gewoon als medewerker begraafplaats. De collega die mij aangenomen heeft, die zei van, ik wil hem als nieuwe medewerker, omdat hij altijd met mijn vader gewerkt had. Want mijn vader en mijn opa hebben hier ook gewerkt. En het is eigenlijk een soort familie begraafplaats. Ik ben hier ook, net niet geboren, maar ik heb hier altijd met de beheerderswoning hiervoor gewoond. Oh. En die is helaas er niet meer. Dan ben ik ook wel nieuwsgierig, hoe is dit ontstaan? Want je zei al van dat je vader dit werk ook deed. Is dat een logisch iets geweest dat je dat hebt opgevolgd? Nee, eigenlijk niet. Ik zou eigenlijk voor een automonteur gaan. Maar ik heb toch later voor de hoveniersopleiding gekozen. En die opleiding voldaan. En dan heb ik 9 jaar bij een hoveniersbedrijf gewerkt. En toen kwam eigenlijk de baan van mijn vader vrij, omdat hij met pensioen ging. Toen heb het een paar jaar geduurd voordat ik het overgenomen heb. En ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. En is er een opvolger voor jouzelf al in beeld? Ja, er is al een opvolger bekend. Dat is Gert van Dijk, die mijn stokje hier over gaat nemen, zogezegd, het beheer. Dus, Je gaat niet ongemerkt de plek verlaten, want er is nog het een en ander aan festiviteiten vandaag. Ja, ik heb een afscheidsreceptie georganiseerd hier voor mijn collega's en voor begrafenisondernemers, steenhouwers. En die is nu gaande hier op de begraafplaats. Okay. Dus ik vond het wel een toepasselijke plek om hier zo afscheid te nemen.